Maar eerst de duurste schedel ter wereld, gemaakt van platina en diamanten. Vandaag aangekomen in het Rijksmuseum. U zag het wellicht al in het journaal. Daar komt hij te staan tussen de oude meesters. Van kunstenaars die stuk voor stuk berooid aan hun eind kwamen. Zo niet de maker van het duurste kunstwerk ooit, Damien Hirst. Een puissant rijke kunstenaar die het leven leidt van een popster. Hoe weet hij het verschil te maken? If you try and make art that you for the money, then you don't make money. Als een popster is hij vandaag in het Rijksmuseum ontvangen in zijn zelf geregisseerde show. Damien Hirst, de rijkste nog levende kunstenaar ter wereld. Vandaag werd zijn kunstwerk For the Love of God onthuld. Een schedel bedekt met 8600 diamanten. De geschatte prijs 100 miljoen euro. It's just a decorated skull really, the diamond skull. But just I just thought about what's the maximum in terms of cash or money or wealth that you could throw at death. You know, lots of very rich people try and, you know, use money to beat death, which of course you can't. And I think that's a really important issue and I think the diamond skull says it all in that sense. Om de hype te vergroten mag de diamanten schedel in het Rijksmuseum niet worden gefilmd. Het kunstwerk staat op nog geen 10 meter van de nachtwacht. Rembrandt en Damien Hirst, zij aan zij. Het is natuurlijk ook wel een beetje kermis. We hebben eerst gedacht, van we zetten daar toen we begonnen, er twee bewakers bij met mitrailleurs. En allebei de kant één. Dat mag niet eens, je mag geen bewapende bewakers hebben in Nederland. Maar alleen maar voor het idee, hè, dat maakt het nog eens een keer extra spannend. Are you a businessman or an artist? What do you think? A businessman, of course. Van de miljoenen kunst in het Rijksmuseum naar betaalbare kunst voor de gewone man. Een paar kilometer verderop in de Amsterdamse Westergasfabriek is vandaag die Affordable Art Fair geopend. Wat kost deze sculptuur? 850 euro. Is dat veel geld? Nee, dat is een goede prijs. Voor een uniek sculptuur zeker. Do you know this sculpture? Yes, I do know this sculpture. What do you think of it? It's pretty amazing, quite strange, very expensive. Vindt u Damien Hirst nou een zakenman of een artiest of een combinatie daarvan? Ik vind het zeker een groot kunstenaar, maar ook een goede zakenman. Hij is een absoluut kunstenaar, maar wel conceptueel kunstenaar. En ik heb een beetje het idee dat hij met ons allemaal een beetje speelt. Terug in het Rijksmuseum. Schilderijen van Rembrandt, Frans Hals en Vermeer. We vragen Hirst om zijn mening. Rembrandt, he's got red hair, hasn't he? Yeah, the hairs are brilliantly painted. That's great. I saw that yesterday. It's in the other room. These are all Dutch famous artists, and they died poor. All of them? Come on, they can't all have died poor. What, Hals died poor? Wow, what a shame. You do better. Yeah, I think you should, don't you? Do you think it's sad? I always think it's a tragedy. I know that Van Gogh didn't sell a painting in his life. En dat geldt zeker niet voor Damien Hirst. Afgelopen september nog veilde hij 56 van zijn kunstwerken. Opbrengst 103 miljoen euro. A lot of people believe that artists need to suffer, which I think is a bit of a, you know, it's a bit sad. And I think, you know, that's inspiration, suffering. Well, maybe for you, and you know, maybe for Christians or Catholics or something. But you know, I think those days are over. I mean, you know, it just seems. I mean, life's exciting. It's full. It's rich. It's like, you know, it's brilliant. I mean. You know, I mean, I'm not an artist who's come along and done something different. It's like, I mean, you know, since Warhol, really, it's been okay for artists to have money. Fantastisch. Ja, ik ben echt wel een fan van Damien. Ik heb zelf in Engeland gewoond, jarenlang. En hij is volgens mij een van de kunstenaars van deze tijd. Er zijn er niet veel die groot zijn. Damien, zeker weten, ja. Ik vind het idee wel. Ik vind het een beetje. Nee, ik vind het niet mooi. Hij is steeds bijzonder, vernieuwend, uniek. Dat moet je hem zeker nageven. Het is wel een beetje kitsch, vindt u niet?
Nee, ik vind het absoluut geen kitsch. Bling, bling. Nee, dat is onzin. Kitsch is iets wat iets anders probeert te zijn. Dit zijn 8601 diamanten op een platina ondergrond. Perfect gezet. If you die, how would you want to be remembered? I mean, great lover. Great in bed. How about you?